Maar we gaan eerst op kraamvisite in de safari bij het verblijf van de cheetahs. Daar is 2 maanden geleden een drieling geboren. Nou, ik zou zeggen van... kijk maar even. In het hok, daar liggen ze. Ja, het zijn gewoon hele leuke dingen. Ze zijn nu ruim 2 maanden. Het zijn 2 vrouwtjes en 1 mannetje. En ja, goed, we zijn natuurlijk ontzettend trots, hè, dat we weer 3 cheetahs hebben. En het blijft gewoon een magnifiek gezicht. Het verveelt nooit. Daar kun je uren naar kijken. De jonge cheetahs zien er iets anders uit dan hun volwassen moeder. En dat zit hem vooral in de vacht. Eerst hebben ze dus aan de bovenkant eigenlijk van die lange bruinachtige haren. Een ontzettend mooi gezicht is dat. En het is eigenlijk een soort schutskleur. Zodra ze wat ouder zijn, dan verliezen ze die nekharen, zullen we maar zeggen, die ze hebben. En dan krijgen ze dus die oorspronkelijke vlekjes die ze nu dus ook al hebben. Maar dat bovenstuk, dat helemaal wat allemaal die haren lopen, dat gaat op een gegeven moment gaat dat weg. De kleintjes zitten nu nog in het kraamverblijf, maar dat gaat binnenkort veranderen. Ze gaan ongeveer naar buiten als ze een maand of 3, 4 maanden oud zijn. Mogen ze eigenlijk al naar buiten toe en dan gaan ze dus de buitenren in. Ze blijven voorlopig eventjes hier. En als ze dan 3 maanden zijn, dan krijgen ze een spuitje tegen kattenziekte, niesziekte. En als ze dat eenmaal hebben gehad, dan mogen ze dus de buitenren in. Dan gaan ze het grote terrein op. En 2 maanden later is het zover. De jonge cheetahs mogen het buitenverblijf in. Ze zijn inmiddels flink gegroeid. Die welpjes zijn nu zo'n beetje 5 maanden oud. Gaat heel goed, hè? Ik bedoel, ze zien er prima uit. En ze hebben namen: Seb, Sia en Sanne hebben we ze genoemd. En de kleintjes blijven voorlopig lekker bij moeder. Nou, in principe proberen we ze eigenlijk zo lang mogelijk bij de moeder te houden. Kijk, in de vrije natuur dan gaan ze meestal met een jaar of 2, dan zoeken ze hun eigen weg. Maar in principe blijft dit groepje eigenlijk bij elkaar. De jonge cheetahs lijken zich prima te vermaken in het buitenverblijf. Ja, goed, het is natuurlijk voor de bezoekers ook een heel leuk gezicht om die welpjes dus eigenlijk een heel groot gedeelte van de dag te zien spelen. En ze hebben nog het vermogen om een beetje in bomen te klimmen, omdat ze nog niet die nagels hebben die hun moeder heeft. Die zijn eigenlijk afgestompt, hè. Dat is om achter een prooi hard te kunnen rennen. Als ze nog wat jonger zijn, dan zijn die welpjes nog in staat om een beetje in bomen te klimmen. Dus het is een kostelijk gezicht. Met name Seb, Sia en Sanne hebben we ze genoemd. En de kleintjes blijven voorlopig lekker bij moeder. Nou, in principe proberen we ze eigenlijk zo lang mogelijk bij de moeder te houden. Kijk, in de vrije natuur dan gaan ze meestal met een jaar of 2, dan zoeken ze hun eigen weg. Maar in principe blijft dit groepje eigenlijk bij elkaar. De jonge cheetahs lijken zich prima te vermaken in het buitenverblijf. Ja, goed, het is natuurlijk voor de bezoekers ook een heel leuk gezicht om die welpjes dus. Maar we gaan eerst op kraamvisite in de safari bij het verblijf van de cheetahs. Daar is 2 maanden geleden een drieling geboren. Nou, ik zou zeggen van, kijk maar even in het hok, daar liggen ze. Ja, het zijn gewoon hele leuke dingen. Ze zijn oud zijn, mogen ze eigenlijk al naar buiten toe en dan gaan ze dus de buitenren in. Ze blijven voorlopig eventjes hier. En als ze dan 3 maanden zijn, dan krijgen ze een spuitje tegen kattenziekte, niesziekte. En als ze dat eenmaal hebben gehad, dan mogen ze dus de buitenren in. Dan gaan ze het grote terrein op. En 2 maanden later is het zover. De jonge cheetahs mogen het buitenverblijf in. Ze zijn inmiddels flink gegroeid. Die welpjes zijn nu zo'n beetje 5 maanden oud. Gaat heel goed, hè? Ik bedoel, ze zien er prima uit. En ze... Een ontzettend mooi gezicht is dat. En het is eigenlijk een soort schutskleur. Zodra ze wat ouder zijn, dan verliezen ze die nekharen, zullen we maar zeggen, die ze hebben. En dan krijgen ze dus die oorspronkelijke vlekjes die ze nu dus ook al hebben. Maar dat bovenstuk, dat helemaal wat allemaal die haren lopen, dat gaat op een gegeven moment gaat dat weg. De kleintjes zitten nu nog in het kraamverblijf, maar dat gaat binnenkort veranderen. Ze gaan ongeveer naar buiten als ze een maand of
3-4 man. Nu ruim 2 maanden. Het zijn 2 vrouwtjes en 1 mannetje. En ja, goed, we zijn natuurlijk ontzettend trots dat we weer 3 cheetahs hebben. En het blijft gewoon een magnifiek gezicht. Het verveelt nooit. Daar kun je uren naar kijken. De jonge cheetahs zien er iets anders uit dan hun volwassen moeder. En dat zit hem vooral in de vacht. Eerst hebben ze dus aan de bovenkant eigenlijk van die lange bruinachtige haren.